Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Vitesse heeft een goede slag geslagen in de eerste wedstrijd van de play-offs om Europees voetbal. In Den Haag werd ADO met 2-5 verslagen. Grote man was Mason Mount met een hat-trick. Yeah, it feels very good. This is my first professional hat-trick, so I'm very happy with that, yeah. What was the feeling after your third goal? Most of the feeling was that we secured the first win, I think, of the playoffs. That was my feeling, but obviously personally, to get the third goal and get my hat-trick was, I was very happy with, and to finish off with a free kick is something that is special to me, because that's what I like to score free kicks. I practice free kicks and they mean a lot to me, so yeah, to finish on a free kick, I was very happy with that. Zaterdag speelt Vitesse de return in Gelredome. Met een strijdlustig ADO is de race nog niet helemaal gelopen. Ja, zo heb elk resultaat ook weer zijn nadelen. En dat is wat jij zegt, is inderdaad met dit resultaat altijd het gevaar. Dus dat het te makkelijk wordt en dat mensen al denken, we zijn er al. En dat is niet het geval, we moeten gewoon nog 90 minuten spelen. En daar kan alles in gebeuren. Het leuke van voetbal is dat alles kan gebeuren in voetbal. En dat moet je voorkomen. En daar ben je nu heel druk mee als coach. Yeah, of course. We know what they're about. They can fight to the end. So you never know with football. But we're going in with the mindset of the game's 0-0 and we need to win the game. And I think when we have that mindset and we're at home, we score goals at home, and hopefully we can score more than the next game as well. Je gaf het na de wedstrijd al aan van als iemand de wedstrijd niet heeft gezien en die ziet 2-5, dan denkt iedereen van Vitesse was heer en meester. Maar we zijn wel gewaarschuwd, want ADO kreeg ook volop kansen. Ja, dat is absoluut een feit. Dus dat heb ik ook gelijk gezegd. Inderdaad, zie je dat resultaat, dan denk je, nou, dat Vitesse heeft ADO helemaal omver gespeeld. Ja, dat was zeker niet mijn gevoel in deze wedstrijd. Dus ADO heeft, we stonden in de rust met 4-0 voor. Maar het was ook wel een wonder dat ADO niet gescoord had in de eerste helft. Dus wij moeten gewoon morgen heel scherp zijn. We gaan uit van 0-0. We spelen morgen gewoon, we beginnen met 0-0 en we willen gewoon thuis van ADO winnen. Dat is de insteek die we hebben. Die heb ik ook aan de groep aangegeven. En zo gaan we er ook in. Yeah, of course. We know they have a threat, and they have chances. They're good with free kicks and corners. They have that threat, and that's not going to go away unless we score goals early and finish the game off. We zitten richting het eind van het seizoen. Inmiddels 2 wedstrijden in de week. Hoe zijn de jongens uit die strijd gekomen in Den Haag? Ja, prima. Dus alles is fit, behalve Arnold Kruiswijk. Die heeft weer wat klachten met zijn rug. Maar voor de rest is alles fit en is iedereen aanwezig bij de wedstrijd. En we hebben goed getraind vanochtend. Dus er zijn geen grote problemen. We gaan er alles aan doen dat morgen niet de laatste wedstrijd wordt van het seizoen. Ja, ik vind vakantie heel leuk, maar ik wil nog graag een weekje wachten. Ja, dat klopt. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.